In Volendam is het stil in deze tijd van het jaar. De bewoners van het stadje zijn weer onder ons. Want met de zomer zijn ook de toeristen verdwenen, die hier zo graag hun typisch Hollandse indrukken komen opdoen of verrijken. Nu wekken de souvenirwinkeltjes alleen maar herinneringen aan het drukke seizoen en de poppen in klederdracht blijken winkeldochters. Hoewel het er op het ogenblik voor de verkoop van poppen nogal somber uitziet, draait de klederdrachtpoppenindustrie op volle toeren om aan de vraag van straks te kunnen voldoen. Deze coupeur van poppenkleertjes stuurt zijn lap stof even handig onder de machine door als hij vroeger zijn visserscheepje over de Zuiderzee laveerde. De naaistertjes zijn, in kleding althans, de levende evenbeelden van de poppen die ze kleden. Het modelleren van het hulletje vereist virtuositeit. Het is zelfs zo dat slechts enkele vrouwen dit zeer precieze werk kunnen uitvoeren. Maar het effect loont dan ook de moeite. Goed gemutst verdwijnen de poppen naar de klompenafdeling. Veel passen en meten komt er nu niet meer bij kijken. En vanaf deze stapelplaats gaan de boertjes en boerinnetjes naar de markt. Niet om te kopen, maar om gekocht te worden.